we gaan een YouTube-team voetballen. Maar ik denk als ik de 10 mensen op straat tegenkom, ik ken er geen één. Jij wel? Ik ken geen één. Ja, Pompkes ken ik. Ja, Pompkes ken ik wel. En Tony Junior. Laat ik ook filmen in een douche. Hebben jullie een onderwaterkamera bij je? Zit in mijn tas. Laat ik Blood Piemels kijken. Ja, je hebt tegenwoordig gasten allemaal, die gaan allemaal in de onderbroek proberen. Ja, dus dat betrof ook. Ja, dat is mijn bodyguard, jongens. Ja, de rand. Ik ga straks de rugnummers bekendmaken. Ik ben een beetje bang. Ik heb het even bijgehaald. Komt Asterix ook dan? Nee. Hey Bas! Hey Bas! Kaas, shirtje, jongen. Ik heb geen idee. Dat is karakter. Dat vind ik mooi. Dit vind ik mooi. Dat is dus goed. Het moet merken dat niet alleen. Het moet niet alleen om mij gaan natuurlijk. Het is een statement. Dat is wel goed. Doe maar, doe maar. We doen het zo. Kijk, we doen het zo. Nee, nee, wacht. Niks gebeurd. Ik doe even een locatie. Ik heb die camera. Oh, je bent helemaal niet van de hoedvlog. Nee, dat ben ik niet. Sorry, Maar ja, dit is mijn spel. Ja, sorry. Dit is alles wat ik had, man. Hey, allemaal welkom. Super tof dat jullie er zijn. Ik miste er 4 of 5. Er staan er misschien nog sommigen in de file. Sommigen weten, ik zit in het buitenland. Nou, we gaan trainen zo bij FC Utrecht. We krijgen training van Koos van Tamelen. Oud FC Utrecht speler. Super tof. En nog een paar leuke verrassingen in petto. Dus ja, het is lullig als je net nieuwe schoenen hebt gekocht. Maar het is niet anders. Maar en we hebben nog een heel speciaal moment. We hebben de beroemdste vader, tenminste de beroemdste vader misschien, net al een, hij zit al in een vlog zeg ik. De beroemdste vader van voetbalvader van Nederland, die is er. Dus die komt ook nog even langs. Ja, je stond er net bij. Welke vader? Barry Sneijder, vader van Wesley Sneijder. Oh, serieus? Hij is puut. Ik ben bij heel veel mensen langs geweest met een shirt. Er staat natuurlijk nummer 10 op. Maar ja, ik had maar één shirt. Dus we gaan zo meteen officieel. Ja, ik zie sommige teleurgestelde gezichten. Officieel nummer 10 bekendmaken. En de aanvoerder. En we worden binnen 5 minuten verwacht op het veld door de Telegraaf. Maar één nummer 10. Dus wat heb ik gevraagd? Ik heb hier de vader van de bekendste nummer 10 van de wereld, Wesley Sneijder, heb ik gevraagd. Wil je hem officieel bekendmaken? De nummer 10. Nou, vertel maar, wie is het? Nou, jongens, het is wel ingefluisterd. Dus, maar die kennen jullie natuurlijk persoonlijk niet allemaal. Maar hij gaat naar onze vrije kracht. Jongens! Bassie! Een klein detail, om de beurt word je even van het veld afgeroepen. Even heel kort, duurt maar een minuutje. Fotograaf, want er worden echt van die professionele foto's gemaakt. Of voetbalplaatjes. Dus, voetbalplaatjes hoor. Ja. En dat komt ook op het scherm in het stadion als we de wedstrijd spelen. Je weet het, hè? Vertel. Eén ding spreken we af, hè? Eén ding maar? Ja, één dingetje maar. We spreken één dingetje af. Diegene die verliest, die ruimt op. Deel. Ja? Staat. Goed. Heb je gehoord? Kun je weer opruimen. Okay. Over meer dan 2 weken gaat tegen RTS 13 spelen. Ik wil hier geen meisjesacties zien. Ja? Maar ben jij niet scoots geworden? Ja, ik ben niet voor boezem. Okay. Luister, vanaf de eerste minuut gaan we gelijk knallen. Joost, jij pakt de linkerhelft. Okay, ja, man. Ja, toch? Ja, man. Kijk. Ja, hoeveel staat het? Nee, joh. 4-1 of zo. Voor? Voor ons. Dat is geen vraag, meneer Luxe. Hey, sprintje. Nee, toch die Burger King. Ik wil even die Burger King eraf gooien. Ik heb iets tofs geregeld. Ik heb, jongens zijn het aan het voorbereiden. Kijk, we op het shirt hebben staan voetbalshop, dat is niet voor niks. Voetbalshop heeft voor 2.500 euro tenues, alles gegeven, echt een Nike. Je hebt de shirts gezien, broekjes, alles compleet. Maar ik heb nog iets geregeld, heel tof. Sommigen hebben nog geen voetbalschoenen.
Ik heb zelf al uitgepakt. Voel mijn schoenen met mijn naam doen. Ja. Nice. Ja. Roy van Rossum. Hey, Creators FC. Ja, ja. Nou, dat kunnen jullie ook gaan fixen. Want ik heb hier de mannen van Voetbalshop. Hey. Ik heb voor iedereen heb ik een cadeau van 100 euro. Nee joh. Ja, ik heb net een prijsbak gekocht. Cadeaubonnetje van 100 euro. Ik geef de eerste eventjes aan Koos. Super bedankt voor het trainen. Koos. Lekker Koos. Ik zeg eerlijk, ik ben wel een klein beetje gespannen. Kijk hoe die erbij loopt. Dit is de eerste wat mis, want dan kunnen we lekker kleedkamer in. Ik zeg wel eerlijk, want ik heb wel respect dat hij het doet. Als hij de 10 raakt, wat helemaal niet raar is, hè, op dit veld, met zijn traptechniek, dan doe ik mijn bonden nog bij. Dus hij pakt 150 euro en ik 50 als het lukt. Hoek in ook. Ik denk, ga voor de show, pakt hij de eerste, dan scoort hij hem. Hij schiet eerst over. 50 euro'tjes, hoppakee. Zo snel verdient Messi ze nog niet hoor, die 50 euro. Ze zijn er ook, Koos. Het is gewoon een stadion uit. Ja, wel ballen dat je het hebt geprobeerd. Ik zit zo stoer te doen. Ja, er gaan eigenlijk een paar appjes uit aan mensen. Iedereen was nieuwsgierig, wat gaat er gebeuren? Hoeveel scoort hij? De eerste gaat naar veld 6. Ja, dat is echt niet leuk. Ik denk echt, ik zweer, ik zag aan zijn aanloop, die gaat dit vol voor de rechthoek. Eén keer ga ik de verkeerde kant in. Ja, dat wist ik niet. Ja, ik had mijn hoek nog niet gekozen. Ja, aan je aanloop zag ik, je kon bijna niet anders. Hè? Ja, maar die had je niet gehouden, ik wou keihard te krijgen. Nee, ik had hem niet gehouden in die hoek, maar ik denk, ga even expres één keer de verkeerde kant op. Ligt hij op veld 6. Nou, hey, je was snel verdiend hoor, die 50 euro. De eerste beste pen. Ja? De eerste beste pen. Serieus? Lag op veld 6? Ik zei toch, joh, je hebt veel hard ingezet. Ah, qua organisatie. En, ja, super, Roy, hè? Top. Ja, oké, okay, maar ik bedoel, qua voetballen. Top. Nee, ja, het is niet, je doet wel. Dat RTL-sterrenteam, die gaan. Ik liep voor en ik liep achter. Ja. Nee, heb je die super gaande gezien? Die was niet echt super gaande, hoor. Die grote met die basketbalbroek. Ja, die was niet gaande. Super schande. Wacht even, we moeten nog instappen. We moeten even met mijn tas bij. Die van voet en zo. De auto is toch van mijn moeder? Over 3 of 4 jaar doe ik het zelf. Oké, nou dan kom ik terug, ja? Ja, goed. Is zo. Doei. Weet je ook hoe die aangaat, die auto van je moeder? Zo, vandaag mijn derde wedstrijd in... Quick Boys 1 in de basis, uit naar het verre Harkema. Maar redelijk geslapen, toch een paar keer wakker geworden. Kijk, die Nouri van Ajax heeft een hele mooie vlog gemaakt. En ja, die maakt zijn debuut. En ik ben 33 jaar, maar ik vind het nog steeds een eer om voor de mooiste amateurclub van Nederland, wat mij betreft, te spelen. Dus ja, we gaan jullie proberen een beetje een kijkje achter de schermen te geven van deze mooie dag. En hopelijk kunnen we met 3 punten of een goed resultaat eindigen. En ja, eigenlijk is een goed resultaat alleen 3 punten. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Het wordt een lange reis. We gaan dan stoppen bij Van der Valk. We vertrekken nu naar de McDonald's in Zoetermeer. Nee, niet om te eten. Maar met Philip den Hartog, mijn teammaatje, afgesproken om samen naar de club te rijden. Dat doen we niet altijd. Ik rij meestal met Jason Oost. Maar ja, Jason is druk met zijn blessure en zijn herstel. Dus die is vaak al heel vroeg op de club. Wat er goed is, want we hopen ook dat hij snel weer terug is. Gaat hier. Ouwe pik, ouwe pap. Oh, hij kan ik mee even. Jij kan even wat minuten maken hoor. Hey. Er zit nog een hele andere stuk op. Lekker busje hoor. Wat verdorie. Verruik. Voor klusjes rondom het huis, bel Philip den Hartog. Klusjes rondom het huis, complete verbouwing hè? Nee, kijk eens, hoppakee. Nieuwbouw, verbouwing, onderhoud, zeg het maar. Best ochtends niet echt aan eten, moet ik zeggen. Ja. Ik probeer altijd wel, sinds ik een beetje op mijn lijn leg, op mijn manier, dan probeer ik een beetje wat te eten ochtends. Als je aan het werk bent, eet ik voor het eerst pas om 12 uur. Ja? Mijn ontbijt is koffie en sigaretten. En daarom als één harde wind zetten, val je op. Steen. Keeperstrainer is niet zo dom of vlogs, dus doet het even zo.
Maar we zijn vandaag aangekomen. We gaan nu naar de club, toen gaan we samelen. Kijk, morgen. Kijk eens. We gaan er ook. Dus we gaan nu even voetballen en dan verzamelen, spullen pakken. En dan 2,5 uur in de bus. Dit jaar zitten we in de meest luxe bussen die er zijn. Zitten we 2,5 uur in de bus naar Harkema, maar boven Leeuwarden. Zitten we niet in een slechte bus, maar je bent nou een beetje verwend. Weet je, opladen, een grote gezellige tafel en nu zitten we zo. De laatste 4 jaar zijn we daar wel geweest. Dat is wel even wat anders. We gaan gewoon door de week. Ik moet er toch niet over. Ja, daar word je niet vrolijk van. Dan doen we daar 3,5 uur over naar Friesland. Hij is net zo goed als mijn klompje eraan. Dat was sneller geweest. Het laatste beetje ellende achter me laten van vandaag. En hopelijk alleen maar positiviteit straks. Vanaf 4:15. Ziekenhuizen voor de boys. Dan weet je dat John de Bever, je krijgt die lach niet van haar gezicht. Dat is de bedoeling, jongens, straks weer terug naar ook zitten moeten doen. Maar wat is dit een takkenhens, hè? God, kanonnen. Dus ja, een beetje gezelligheid moet er wel komen, maar ja, het eerst nog even voetballen. Dus, hopelijk kan het dak er dadelijk af. Super dag gehad en een hele leuke wedstrijd. Nu weer op naar volgende week, hè, want dat is voetballerijen. Je leeft van week tot week. Je bent zo goed als je laatste wedstrijd. Maar in ieder geval vanavond ga ik nog even genieten. Net afgezet door Filip. Een klein stukje naar huis rijden en dan lekker naar de kids en het vrouwtje. En dan ga ik jullie binnenkort weer een keertje meenemen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en tot de volgende keer.